Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van De Rode Peperclip hier op TV73. Wat hebben we toch een leuke reactie gehad in de vorige aflevering op de ruil van Barik. Nou, we gaan vandaag weer in een nieuwe aflevering ruilen. En dat ruilen gaan we vandaag doen hier bij Verdonk Julies. Ben jij benieuwd wat er uitkomt uit deze ruil? Dan moet je vooral blijven kijken. Kijken of Bas Verdonk iets leuks heeft om te ruilen. Moet vast wel lukken. We staan hier in een hele mooie zaak van Bas Verdonk. En ze zijn hier lekker aan het werk. En volgens mij is Bas ook aanwezig. Kijk, daar komt hij al aanlopen. Kijk eens Bas, ik heb hier een hele mooie mand. Met allerlei liqueuren van Barik. En die kom ik ruilen. Alcohol? Ja. Voor mij? Ja. Ruilen? Ja. Tegen? Ja, tegen iets van meerwaarde. Het is ongeveer 150 euro. Het gaat naar een goed doel, Villa Pardoes. Ik drink geen alcohol meer. Ja, dat is toch niet mijn probleem, Bas. Sorry, Ah, dan wil jij toch wel voor iets ruilen, kom op. Nee, geen alcohol. Gaat het voor een goed doel? Nee. Wacht even, Bas, drink jij niet? Ik drink niet meer. Nou, ik drink niet minder. Is het voor Villa Pardoes? Ja. Vertel even wie je bent. Ik ben zomaar in één keer in mijn beeld. Ja, sorry, ik zat hier even horloges te kijken en sieraden. Jullie zijn aan het ruilen, merk ik. Of? Ja, nou, hij wil niet meewerken. Ja, want dat is alcohol. Nou, ik heb hier een dinerbon van 160 euro. Van Brasserie Ome Bernhard hier om het hoekje in de Vervenstraat. Ik ben er voor in. Nou, pak hem aan. Ik wil heel graag van die mand af. Ik ga jou de hand schudden. Remco? Mag ik even iets zeggen? Want hij heeft die alcohol. Ja. Maar eten bij Kees, dat is een feest. Dus nou wil ik wel gaan ruilen met jou. Ja? Die wil ik wel graag hebben. Nou, maar dit is bij Ome Bernhard, hè? Ja, dat is hetzelfde. Kees is Kees. Ja, nog een zaak, ik weet niet of je dat weet. Ik heb hier nog een zaak om de hoek. En die heet Bistro Tante Pietje. Tante Pietje? Tante Pietje, daar eet je niet meer genietje. Maar, en de bon is natuurlijk bij allebei geldig. Want het is één bedrijf. Maar Bas die gaat ruilen. We kunnen gewoon even je handje klap ook met Bas gelijk doen. Ja. Dan ben ik hier ook gelijk vanaf. Om te... Nee. Dat is een mooi ding. Hoe goed is deze? Ja, die is heel goed. Want ik wil wel gaan eten. Maar jij drinkt niet, maar je houdt wel lekker van eten. Ik hou van eten met drinken. Ja, maar geen alcohol. Eerst eten en daarna drinken. Oké. Okay. Dus ik wil die wel ruilen, zeg maar. Waarde 179 euro. 179 euro. En dit zat op 160. Zou ik het doen? Ja, ik ga het gewoon doen. Ik wil er vanaf. Die loge wil ik ook hebben. Nou, dan gaan we zo meteen nog heel even naar Tante Pietje. En dan gaan we even kijken wat we daar nog kunnen doen. Ja? Ja. Zeker weten? Ja, zeker weten. Ja, maar wil ik wel meerwaarde, hè? Ja, meerwaarde. Het is voor een goed doel, hè? Ja, je krijgt meerwaarde. Dat heb ik net ook gedaan, toch? Of niet? 179 euro. Minder lopen. Net op 179 euro, hè? Met een liqueurmand en dadelijk een horloge. Als je daar ook al begint te drinken, dan geeft hij misschien wel dubbele. Ja, wie weet. Oké, dan gaan we even naar, dan gaan we even naar Tante Pietje toe. Ik ga eerst even bij jou, Bas, eventjes kijken wat in jouw zaak. Wat doen we eigenlijk altijd als we ergens zijn. Laat eventjes, ik zou zeggen, vertel eventjes wat over je zaak. Goed, jij zit hier. Kees in hand, Kees. Ik kom lekker bij je. Nou, ik ga we zien elkaar graag, hè? Ja, dat weet je. En ik loop naar Tante Pietje en dan zie ik jullie zo meteen. We zijn Verdonk. Vijf generaties, goudsmeden in Den Bosch. Een van de oudste bedrijven van Den Bosch. Dit is waar ik trots op ben. Want jij hebt dit helemaal opnieuw ingericht. Je hebt het overgenomen, het is een familiebedrijf. Vijf generaties, dus ik ben nummer vijf op rij. Wij zijn in april 2010 verhuisd naar een nieuwe locatie, Lange Putstraat. Daarvoor hebben we 48 jaar in de Dommelstraat gezeten. En dit is naar mijn ideeën, naar mijn concept. Naar mijn, Trendy met een knipoog naar vroeger. Ja, maar vooral ook heel veel vakmanschap. Wat ik wil is dat als je door de zaken loopt, dat je overal goudsmeden ziet zitten, dat je ook echt het vak kan beleven. He, dus bijvoorbeeld achter zijn nu mensen zelf een ring aan het maken, drie dochters met hun moeder, onder begeleiding. En dat is een beetje mijn idee, mijn cup of tea. Dus mensen kunnen hier, hoe moet ik dat zien, een soort workshop, eigen ring maken of hoe moet ik dat zien? Dat is een workshop. Workshop heeft altijd voor mij, ik weet niet. Beetje hobbyer. Ja, dat is het niet, het is vakmanschap. Ik was serieus naar buiten met een serieuze ring. Dus gewoon deze dames zijn nu witgouden ringen aan het maken met briljant. En dat is leuk. Dat is vrij uniek, denk ik, in Nederland, of niet? Er zijn er weinig die dit doen en kunnen. Dus daar ben ik heel trots op, ja. Maar ik zou dus ook gewoon zo mijn eigen ringetje hier kunnen laten maken? Ja, ja, ja. Wat kost dat dan, Bas? Bepaal je ook zelf. Ook helemaal zelf? Ja, kijk, jij bepaalt zelf wat voor materiaal. Je bepaalt de dikte, de breedte, het gewicht. Dus je kunt zelf aangeven welke prijsklasse je iets zoekt.
Daar gaan we iets op ontwerpen en dat gaan we vervolgens maken. En dan loop ik uiteindelijk gewoon met mijn eigen ring zelf geproduceerd. Dat is stukje vakmanschap zelf, yes. Onder begeleiding neem ik aan. Ja, ja. Helemaal top. Geef ons maar een klein rondleidingje. Ik zie hier iemand zitten. Dit is mijn steun en toeverlaten. Dat is Jung. Ja. Jung is mijn diamantzetter. Kijk. Maakt van alles. Met name alles waar briljant in zit. Dus dat is één. Als we dan door naar achter lopen. Is bewust voor gekozen. Hè? Want als je binnenkijkt, is het allemaal heel trendy en heel hip. En dan heb je een beetje het mag ik zeggen, kneuterige werkbankje. Nou, mag ik dat zeggen? Dit zijn echte oude banken. Hè? Ja. Dit zijn banken die deze is, denk ik. Toch wel zeker een jaartje of 80 oud, denk ik, intussen. Maar juist dat vind ik de kracht. Kijk, als je deze werkbank is heel oud. De Waltz die hier bijvoorbeeld staat, iets verderop. Die is door mijn bedovergrootvader in 1866 tweedehands gekocht. Dus ja, ik vind het leuk om juist dat hele trendy karakter van je zaak te combineren met hele ouderwetse gereedschappen. Zoals een oude wals, zoals oude handboordjes, ja, allerlei oude... Dus die knip ook naar het heden eigenlijk. Ja, ja, oud en nieuw. Helemaal mooi. Komt er nog veel bij kijken. Hè? Ik wil een ring voor iets heel speciaals. Speciaal iemand of omdat ik ga trouwen. En ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat ik mooi vind en wat ik eigenlijk wil. Nou, het stomme is, voor een leek is het, lijkt het heel veel aan abracadabra. Maar het mooiste ontwerp is hoe simpeler, hoe beter. Dus eigenlijk kun je een sieraad ontwerpen binnen, letterlijk binnen 5 minuten. Echt waar? Ja, dat moet. Want hoe meer je erover na gaat denken, hoe moeilijker zoeken, ja, hoe moeilijk het jezelf maakt. En dan raak je steeds meer van het pad af. Dus als ik niet weet wat ik wil, wat voor sieraad bij mij past, dan heb jij dat binnen 5 minuten uitgevogeld. Is dat mijn taak om dat te vinden, ja. Ja. Helemaal super. Ja. Dus dat is mijn ding. Je hebt ook horloges in je zaken staan, want wat doe je nog meer? Je hebt de ringen, sieraden, noem eens even op waar mensen allemaal hiervoor terecht kunnen. Van oudsher heel veel reparaties. Dat is eigenlijk het oude bedrijf Verdonk. Repareren ook voor andere juweliers. Hier doen we heel veel custom-made sieraden maken. Trouwring is een van de belangrijkste poten op dit moment. Ook horloges, alleen die zijn voor mij wel bijzaak. Wij zijn goudsmeden, wij zijn geen juweliers. Dat is mijn uitspraak. Dus geen juwelier, want ik zei buiten, we gaan een juwelier Verdonk. Mag je zeggen? Dat mag ik wel zeggen. In Den Bosch kennen een hoop mensen ons als juwelier Verdonk. Omdat het al zo lang bestaat, maar in principe zijn wij goudatelier. Goudsmeden. Zo moet je het zien. Nou, is dat ook gelijk de wereld uitgeholpen. Ja, misschien dus dan voor altijd. Goudsmeden Verdonk. Hartstikke mooi. De mensen gaan jou binnenkort zien in Car, ons nieuwe programma. Je bent te gast geweest. Hoe waren de opnames? Dat was serieus leuk, ja. Ja, ik heb gelachen. Dat was leuk. Leuk groepje. En wie was je te gast? Ik was met Dagmar en met Van Raamsdonk. Onze Jack. Jackie. Ja, dat is leuk, hè? Leuk groepje, absoluut. Ja. De mensen die kunnen het vrijdag gaan zien over een week. Dus jullie moeten nog even wachten. En dan zit Bas en Non noemt jou Basje, hè? Ja. Eigenlijk iedereen hier. Ik kan ook Basje noemen. Ja, alsjeblieft, Remco. Nou, Basje, dan ga ik jou bedanken. Ik ga jou de hand schudden voor de horloge. En dan ga ik snel naar Tante Pietje toe. Ja. Want volgens mij ga ik flink wat bonnen uit zijn zakken kloppen. Nou, dat gaat wel lukken. Dat komt wel goed. We gaan snel naar Tante Pietje. Ja, wat voor lekker gevoel geeft het nou om te ruilen? En dan ook nog eens succesvol. En belofte maakt schuld. En daarom sta ik hier nou bij Tante Pietje. Want de horloge gaan we ruilen voor een heerlijke fles lekkere champagne of iets wat daarop lijkt. Ja, daar staat hij al. Hey, belofte maakt schuld, hè? Ja, en voor ruilen komt huilen. Ja, nou, in dit geval niet, want het is voor een goed doel. Nee, inderdaad. Ik heb er even over nagedacht. Ik denk, een lekker flesje Dom Perignon, wat vind je daarvan? Ja, helemaal goed. Ja. Wat voor waarde heeft het? Ja, dat is belangrijk. 169 euro. Nou, dan zitten we er overheen. Dan zitten we met 4 euro overheen. Ja, nou, dan netjes. Gaan we even naar binnen. Ja, gaan we naar binnen. Hartstikke mooi, dat gaan we gewoon doen. Ik ga jou het horloge geven. Nou, weet je wat het is? Het wordt steeds mooier weer. Iedereen wordt vrolijk, ook ik. Want die horloge, ik ga er maar net overheen. 4 euro, ja. 4 euro, is een beetje karig. Het is crisis, ze snappen het wel. Ja, het is crisis, maar het is ook mooi weer en iedereen... Hij wordt vrolijker, gaat geld uitgeven. En weet je wat ik doe? Ik ga hem veranderen. Er wordt in één keer iets veranderd op het laatste moment. Oké. Voor een lekker flesje kristal champagne, rosé. En deze heeft winkelverkoopwaarde 2,99. Dus gewoon 300 euro heeft hij hier in zijn hand. 300 euro. Nou, dat is gewoon helemaal fantastisch. Ik ga hem gelijk geven. Ik ga eigenlijk mijn bal en dan laat ik mijn goud spuiten. Ja, dat zou ik ook. Dus nee, maar
Ik hoop dat... Nou, moet ik er wel bij zeggen, Bas heeft een vriendenprijsje ervan gemaakt. Hij is eigenlijk ietsje duurder, maar hij komt niet hierboven uit. Nou, dus je bent er zwaar overheen gegaan. Dus ik ben benieuwd wie over de €300 heen gaat. Maar het begint nou wat te worden met het ruilen. Heb je een idee? Nou, misschien hier in de straat iemand. Maar ja, horeca is een beetje moeilijk, zeggen ze aan het moment. Ondernemers klagen veel in de horeca. Heb jij nou ook echt iets te klagen? Valt het mee? Ja, je kunt altijd meeklagen, maar ik ben sowieso niet iemand die snel klaagt. En ik probeer altijd hand in eigen boezem te steken. Alleen in deze periode moet je gewoon overal veel korter op zitten. Op je personeel, op je inkopen en dat soort dingen. Maar ja, ik ben niet zo van te klagen. Maar zolang hier nog etens komen, is het toch goed? Ja, en iedere avond. Mensen die hierheen komen, komen voor gezelligheid. Probeer gezelligheid terug te geven, weet je wel. Dus dan heb ik geen zin om allemaal over de crisis te hebben. En zo. Ja, wat we nu eigenlijk al te veel doen. Maar ik zeg al, de zon gaat schijnen. En ik denk dat de mensen wel uit een hutje komen. Als de zon schijnt. Ik denk het ook. Nou, jij bent ook uit het hutje gekomen. Want je hebt een goede bijdrage geleverd aan de Rode Peperclip. Heb jij zelf iets met goede doelen verder? Nou, ik heb in zoverre iets met goede doelen. Ik sponsor bij BVV. En daar gaan wij vanaf vrijdag beginnen met ook een goed doel te verenigen. Tenminste, te koppelen aan de vereniging. En dat goed doel is Kika. En dan ja, bedrijven die daar gaan sponsoren ook het maatschappelijk kunnen gebruiken, het woordje Kika. Voor de kijkers thuis die niet weten wat BVV is? BVV is amateurclub, spelen eerste klas en een vereniging. Voetbal, hè? Ja, voetbal. Naast het FC Den Bosch stadion en een vereniging met 500 leden. Dus ik hoop dat we daar heel veel respons van gaan krijgen en dat verwacht ik ook echt. En Tante Pietje die doet sponsoren? Ja, Tante Pietje sponsort en ja, dat komt om dat ik daar zelf gespeeld heb. En ik probeer tenminste met nog wat mensen, met William van den Berg en nog een aantal mensen, dingen te vernieuwen in die vereniging. En daar is het stukje Kika een hele grote van. En daar gaan we op doorpakken de komende jaren. Hey, ik ga jou de hand schudden. Ik wil jou bedanken voor deze fantastische deal. We hebben het weer geflikt. Het is allemaal voor het goede doel. Je gaat het terugzien. En ik hoop dat je er ontzettend leuke reacties op krijgt. En misschien komt het nog wel terug hier in de straat. Want er zitten hier genoeg ondernemers, toch? Ja, wie weet. En ik hoop dat het vervijfdubbelt voor jullie. Ik hoop het ook. Dankjewel. Oké, en succes. Komt huilen en belofte maakt schuld. Nou, dat gaat in deze aflevering van de Rode Peperclub niet helemaal op, want we hebben succesvol geruild vandaag. Eerst de waardebon van het eten tegen de man van Barik. Daarna ook nog eens een fantastisch mooi horloge bij Bas Verdonk. En dan nou ook nog eens deze dol. En moet ik even kijken. Dol. Nou, maar ja, champagne. De waarde van ruim €300. Nou, dat is gewoon echt een succesvolle ruil. Dus zit jij nou te kijken en ken jij een bedrijf of ben je zelf ondernemer of ken jij een collega ondernemer die flink ook even een duit in het zakje wil doen, dan kan dat nu. Want we hebben gewoon flink money nodig, want alles gaat naar het goede doel. Alles gaat naar Villa Pardoes. Dus geef je op via redactie@tv73.tv en dan kom ik ook bij jou of u langs in uw zaak en dan kom ik het ruilen voor iets van meerwaarde. Volgende week gewoon weer kijken, nieuwe Rode Peperclip. En dan gaan we gewoon weer ruilen. Of misschien gaan we wel geldbedrag ophalen. Ik zeg gewoon weer kijken. Tot volgende week.